actie kunnen voeren voor de, tegen de stinkfabriek. Ik stel voor dat we even met z'n allen, vooral de kinderen doen ook mee, dat we even samen zingen. Wij worden doodziek van die vieze stinkfabriek. Oké, daar gaat ie. Wij worden doodziek van die vieze stinkfabriek. Enkele honderden bewoners van Nijmegen en Weert hielden woensdagavond een protestmars bij asfaltcentrale APN. Ze eisen sluiting van de fabriek, nu uit onderzoek is gebleken dat die 17 keer zoveel giftige stoffen uitstoot dan is toegestaan. We hebben al jarenlang last van deze stinkfabriek. Ik word 's nachts wakker omdat ik moet hoesten en keelpijn heb van de vieze lucht. Als ik het raam dicht heb, dan gebeurt er niks. Als ik ergens anders ben, dan gebeurt er niks. Maar als ik hier thuis slaap met een open raam, dan moet ik hoesten en krijg ik keelpijn. Ik vind het gewoon niet meer van deze tijd dat zo'n fabriek naast zo'n woonwijk staat. Het is een prachtige woonwijk, Hees, met heel veel groen, heel veel prachtige dingen. En ja, daar hoort zo'n fabriek gewoon niet thuis. Zeker niet als er zoveel vieze uitstoten. Wat gemeten is, hè, 17 keer boven de norm. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik ben ook mijn geliefde kwijtgeraakt aan kanker. En ja, je gaat je dan toch afvragen in hoeverre is daar een relatie mee. En dat gaat me echt aan mijn hart. De Nijmeegse gemeenteraad is het met de bewoners eens en wil de fabriek ook sluiten. Maar dat mag de gemeente niet zomaar doen. Daarom willen Nijmeegse politici dat de landelijke wetgeving wordt aangepast. Omwonenden hebben nu al wel ideeën over wat er met de plek van APN moet gebeuren. Nou, het zou natuurlijk prachtig zijn als hier gewoon een verlengde woonwijk komt. En dat we hier met z'n allen fijn wonen in groene natuur, waar Nijmegen voor staat. Want Nijmegen is heel groen. En in zo'n fabriek past dat echt niet. Past echt niet in deze tijd. Maar we willen eigenlijk uiteindelijk dat het hele bedrijventerrein wordt opgedoekt. Of in ieder geval alle bedrijven die daar vieze uitstoot hebben, dat die weggaan.